Het is vandaag een mooie dag om even een rondje te maken langs de velden en te laten zien wat we allemaal hier op voorraad hebben op het gebied van aanhangwagens. We zijn dit jaar ook weer op tijd met de voorraad van bagagewagens. Het voorjaarsvakantie en zomerseizoen komt eraan. Dus we hebben daar een groot aantal aanhangwagens voor op voorraad. Deze aanhanger hebben we klaargemaakt voor een klant. Het is een aanhanger met een huif. En nog wat specifieke aanpassingen die we voor deze klant in onze werkplaats klaar hebben gemaakt. Zoals je verder kan zien staat het redelijk chaotisch opgesteld. We hebben dit jaar ook een grote voorraad aanhangwagens om zeker te zijn dat we het juiste aanbod aanhangers voor onze klanten kunnen garanderen. Gesloten aanhangwagens hebben we ook sinds vorig jaar in ons assortiment. Het is een waardevolle aanvulling waarbij we zoveel mogelijk aanbod voor onze klanten kunnen garanderen. Als we nog eventjes verder kijken wat we hier allemaal hebben staan, zijn ook weer de motortransporters. Het mooie weer komt eraan, mensen willen er met de motor weer op pad. En dat zijn natuurlijk ook superleuke dingen om met een motortrailer naar het buitenland te gaan. Aan deze kant zien we nog de Hulco aanhangers. Dat is het heavy duty assortiment. Drie assen met drie keer 1500 kilo assen. Echt gemaakt voor de fanatieke gebruiker die het uiterste vraagt van zijn aanhangwagens. In onze werkplaats wordt alles klaargemaakt om voor klantspecifieke toepassingen, extra verlichting, aanpassingen in de bodemstructuur, alles kunnen we hier op maat maken. Hier staat de keeper, ook specifiek voor een klant, opzetborden, 40 centimeter standaardborden plus 70 centimeter opzetborden, dat natuurlijk ideaal is voor een hovenier. De parkeerplaatsen worden ook gebruikt voor de stalling van aanhangwagens. Het is nu eventjes, alle ruimte is nodig. Aan deze kant hebben we een Hoenbauer Keeper. Dat is een best bijzondere aanhangwagen. Die heeft namelijk de afmeting van 4 bij 2 meter. Er zijn geen Nederlandse of Belgische fabrikanten die dat produceren, maar Hoenbauer heeft er eentje. Dat is voor de hovenier die echt veel lading wil vervoeren en ook grond wil kunnen keepen op een grote plateauwagen. Wat hebben we hier verder nog allemaal staan? Er zijn verschillende aanhangwagens die ik wil uitlichten, maar als ik er dan echt eentje zou willen toelichten, die staat hier achter. Dit is de Brian James trailer. Brian James is bekend als premium merk autotransporters. En dat zie je ook eigenlijk gelijk al aan de afwerking en de mogelijkheden die deze trailer biedt. Geen extra optiepakketten, maar gewoon een standaard uitrusting waar ook een reservewiel, hydrauliek, handlier, alles bij zit. Hij is in verschillende afmetingen verkrijgbaar, maar dit is echt een toppertje die we specifiek voor een klant zo hebben samengesteld. Dit was even een rondje langs de velden. Wat ik in de volgende video ga doen, is het verschil uitleggen tussen twee keepers. Een handkeeper en een elektrische keeper.